Vallen van mijn zinnaval, dus dat weet ik niet met zinnaval. Goed je het zo, maar ik moest even mijn tas rechten. Ja, oké, dat is goed. Dat is goed zo, hè. Welkom. Ja, fijn te zien. Hoe kijkt u naar de komst van premier Rutte? Wetende welke... Wie is dat? De premier van Nederland. Oh? Rutte, oh, ik kom naar Suriname. Natuurlijk. Maandag, dinsdag toch? Oké. Natuurlijk komt hij naar Suriname. Ik heb geen probleem. Hij is de premier van Nederland. Ja toch? Ja, ja. Ja, dus ik stel voor dat hij goed wordt ontvangen. Je bent geen deel van het programma? Ik heb het programma nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien. Dus, maar ik heb geen probleem met zijn komst. We zijn Surinamer. We waren kolonie van Nederland. En nu zijn we onafhankelijk. En als de premier van Nederland hier komt, of de koning, of wie dan komt, met alle open armen ontvangen. Als hij over meneer Rutte begint, gaat hij dadelijk een ambulance bellen. Want mijn broeder bij je kring. Waarom? Mijn broeder bij je kring. Waarom? Mijn suiker bij je kring. Samen naar Rutte kon doen, ja. Mensen pinaren. En Anatorio weet je toch, smaai pina echte. Smaar om een paar dressie. En dan de atoze schuld of de zuster. Afijdig, het kan toch niet. Kinderen gaan toch dood. Die hoor me 19 miljoen, ja. Die ik vertel mooi verhaal, ja. Met begeren. Ja, me was hier meneer B. Die kar meneer B, baas crimineel. Dat meneer B moest jaren in de assemblee. Die kar als vicepresident zijn voor zijn naam crimineel. Die kon namen konden. Hey. Later het op, Rotterdam. U bent hier om de banden aan te halen, maar in aanloop zijn er ook wat andere geluiden geweest dat niet iedereen blij is met uw komst. De vicepremier Brunswijk zei, wie is Rutte? Voormalig president Wouter zegt, Rutte moet oprotten. Hoe heeft u naar dat soort opmerkingen geluisterd? Ja, via de radio denk ik, maar los daarvan... Weet je, dat hoort bij mijn vak. Het is zelden zo dat wij politici universeel geliefd zijn. Er is altijd wel kritiek. En zeker ook in Nederland wordt er heel verschillend naar allerlei zaken gekeken. Met inmiddels meer dan 20 partijen in de Tweede Kamer. En ook in Suriname is er natuurlijk in een samenleving discussie en maatschappelijk debat. Nederland heeft de opvatting over Desi Boutersen, dat is bekend. Er is ook een veroordeling geweest. We hadden geen relatie met zijn regering. We hebben ook een opvatting over Brunswijk. We respecteren de keuze van het Surinaamse volk hem vicepresident te maken. En in die rol schud ik hem ook de hand als ik hem tegen zal komen. Want dat is het soevereine recht van Suriname om dat te doen. En wij werken goed samen met de regering van Chantokki. Dus ja, zo werkt dat. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat je niet altijd van iedereen applaus krijgt. Ik moet er wel leren leven. Premier Rutte gaat morgen in gesprek ook over het slavernijverleden. Hij zegt zelf, ik wil er niet op vooruit lopen. Vindt u eigenlijk dat er vanuit Nederland excuses zouden moeten komen? Nou, we hebben dit onderwerp ook besproken. Zowel in die kleine sessie en ook in de werkbespreking. En daar hebben we ook duidelijk aangegeven dat wij als regering... En dat is in ieder geval een standpunt dat we ook ingenomen hadden toen de Tweede Kamerleden... hier in Suriname aanwezig waren voor het vraagstuk van koloniaal verleden. En dat is wat standpunt ook wat de regering wilde. Als we gaan praten over slavernijverleden, moeten we praten over het koloniaal verleden. Te starten met onze inheemse broeders en zusters. Doorgaan met onze slaven, broeders en zusters. Daarna zijn er contractarbeidsgroepen gekomen. En we moeten aandacht aan al de vraagstukken gaan geven. Dus we kijken naar het koloniaal verleden. Tweede is namelijk dat het verleden daar ligt, zoals ook vastgesteld door premier Rutte. Met pijnlijke ontwikkelingen. Wij moeten naar het verleden kijken en daaruit goede lessen leren. En kijken naar de toekomst. Maar mijn vraag was of u vindt dat er excuses moeten komen. Ik denk dat...
Nederland ook bezig is met de discussies daar binnen het kabinet. En de discussies worden verruimd met ook andere groepen. De discussies worden ook hier in Suriname verruimd. Daarom is het de delegatie van het parlement hier gekomen. De premier praat ook hier met de verschillende commissies. En ik denk dat nadat de regering goed georiënteerd is over alle aspecten van dit vraagstuk, dat de Nederlandse regering met een eigen standpunt hieromtrent komt. Ook in het verband met de excuses.